Omdat je weet dat het een topsport bestaan eindigt rond je 30ste of dat het een keer ophoudt. En dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen waar collega's van je leeftijd of vrienden al veel meer werkervaring hebben. Je voelt het aankomen, maar op dat moment vond ik het nog best wel moeilijk om het uit te spreken, dus ik heb daar best nog wel even mee gewacht. Nou ja, je hebt altijd een soort van wel het zwarte gat nadat je met een heel groot project stopt, dus ik denk wel dat ik daar tegenaan zou lopen. Daar heb ik echt toen een paar maanden echt even de tijd voor genomen om ja, ten eerste een beetje afscheid, voor mezelf afscheid te nemen van dat topsportleven en bestaan. En dan ik had ook om me heen te kijken van ja, wat er dan allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Want ja, daar was ik gewoon echt, had ik heel weinig aandacht voor. Maar ik denk als ik geen studie had gedaan of dat ik dan nog wel meer onrust had over de toekomst. Van wat kan ik hierna? Maar er zijn er genoeg om me heen die dat niet hebben en dan denk ik ja. Dat kan wel voor onrust zorgen, denk ik. En ja, dan komt een hele bijzondere, spannende periode. Dat je weet dan van, ik wist ik ben er klaar mee, maar ik had nog geen heel duidelijk plan van wat ik dan daarna wilde gaan doen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik wel weer iets anders ga vinden. Ik hoop met net zoveel passie als wat ik nu voor waterpolo heb. Daar ben ik een beetje bang voor dat dat niet helemaal hetzelfde is. Ik vind het dus heel fijn dat ik in ieder geval al iets van een papiertje heb en dus hopelijk straks nog een master erbij heb. Ja, dan gewoon, ik weet niet meteen of ik dan aan het werk al zou gaan, maar dan heb je dat in ieder geval op zak. En wat ik toen eigenlijk gedaan heb is in januari ben ik gestart bij de sportmaatschappij. Dat is een organisatie die dus sporters helpt met die omschakeling. En dat heeft me wel enorm geholpen. En ik heb wel het gevoel dat je door je topsport zoveel dingen hebt geleerd, dat je ook wel waardevol kan zijn voor een bedrijf op een andere manier. Nou ja, populair gezegd het zwarte gat. Dat is eigenlijk, ja, dat heeft ons onderzoek ook wel een beetje op de kaart gezet. En niet als enige, maar wel dat we door kwantitatieve metingen laten zien dat toch een hele grote groep topsporters niet in een groot zwart gat, maar wel lastig vindt om daarna gewoon weer te functioneren in de samenleving, een baan te krijgen en misschien gewoon ook zin in andere dingen en daar evenveel drive voor te krijgen.